het is een droom die uit is gekomen. En als je droom uitkomt en je doel behaalt, dan, ja, dan is het fantastisch. Is het ook weer een soort van lekker om weer thuis te staan na zo'n lange tijd? Of had die speler voor jou nu lang genoeg kunnen duren? Nee, nu was het al lang genoeg. Ja, nee, we zijn een maand weg geweest, dus dat is best wel lang stiekem. En ik kijk weer uit naar gewoon... Ja, ook weer gewoon een beetje uit de bubbel en gewoon weer het normale leven oppakken. Dus ik heb op zo'n lange vliegreis naar huis al te denken van potverdrie, dit waren ze echt mijn allerlaatste spelen. Nee, dat heb ik nog niet. Ik had het wel even moeilijk na de ploegachtervolging, na de laatste race. Maar ik denk dat die momenten vooral komen op een rustig moment als het hele circus voorbij is en de hele rollercoaster. En ik van de zomer ergens een keer... op een rustig moment daarover terugdenken. Je had de conclusie getrokken van wat waren dit nou voor spelen? Waren dit de prachtige spelen? Waren het hele mooie spelen? Het waren absoluut fantastische spelen. Het is een droom die uit is gekomen. En als je droom uitkomt en je doel behaalt, dan is het fantastisch. Ja. Dan sta je hier op de plek waar over 2 weken een week allround is. Schakel je dan er meteen weer om van prachtig, wat wil ik hier graag ook weer winnen? Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk een fantastische ambiance. Ja, er kunnen straks volgens mij 25.000 man in. Dus dat wordt echt een fantastisch toernooi. Ja.